Jobbers kijkt veel vraag, hier ben ik weer in een nieuwe video. En vandaag hebben we een nieuwe trollparcours. En we hebben er super veel zin in, want we hebben weer natuurlijk een heel mooi parcours. En voordat we verder gaan met deze video, ga ik jullie eerst eventjes het parcours laten zien. Dus tot zo. Yes, yes, yes. De map van vandaag is weer een hele mooie map gemaakt door onze lieve bouwteam. Ons bouwteam is super awesome, daarom is deze super vette map weer. Shoutout aan hun. We gaan gewoon even direct kijken hoe de map in elkaar zit. Ten eerste zie je hier allemaal verschillende barrier blocks. Dus ze starten hier natuurlijk en dan moeten ze hier doorheen. Dan heb je een jump parcours, die lijkt vrij simpel. Ik ga voor de geins eventjes zo. Dan kan je zien hoe dat er ongeveer uitziet als zij gaan spelen. Ziet er heel simpel uit, maar natuurlijk de barrier blocks die blokkeren het. En als je goed kijkt, valt het je op dat als je op de slabs springt, dat je altijd naar de overkant kan komen. Dus dat is een erg leuk dingetje. Zodra je dit hebt overleefd, er valt weinig niet aan over te overleven, maar als je dat hebt overleefd, kom je hier en dan heb je dus een kans om hier in te vallen. Het kan gebeuren dat je invalt, maar stiekem, daar kom ik je straks op terug. Hier zit wat speciaals achter. Dus heb je hier een doolhof. En dit doolhof, dat gaat eigenlijk... ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat gaat helemaal nergens heen. Want je hebt hier allemaal signs van lalala, trolt. En dat denk je die hier te zijn. Maar nee, hier staan barrier blocks. Bijna. Yes, en je hebt hier nog een klein trolletje. Dat is hier. Dan kan je naar beneden vallen. En dan val je gewoon kortweg dood. Als je dan toch niet dood bent gevallen en je hebt alles eigenlijk doorzocht, want daar is gewoon geen einde eigenlijk. Nee, die is er niet. Dan kom je erachter dat je toch hier naar beneden moet vallen. Dan kan je hier zo hier naartoe. En dan loop je zo door. En dan kom je hier en bij vier verschillende gangen uit. Deze vier verschillende gangen, die leiden alle vier naar een ander iets. Als ze mensen heel goed hebben opgelet, dan... We gaan naar beneden. Dan staat hier een sign en daar staat kamer 3 op. Dus als ze goed opletten, dan weten ze dat ze door kamer 3 moeten. Die pressure plates geven bepaalde, noem je dat, bepaalde poisons, effecten op je. En als je dan hier bent, dan kom je hier. En dan denk je hier naartoe te kunnen, maar dat kan niet. Dan ben je hier, dan staat er zoek de button. En dan staat hier bovenaan staat de button. Als ze daarop drukken, hebben ze gewonnen. Maar er zit nog een klein dingetje aan. En hoe kom ik nou aan die kant weer? Dat is een beetje de vraag. Kan ik slash J doen? Slash J. Ja. Er zit nog een klein dingetje aan. Dat is als je bijvoorbeeld hier doorheen gaat, dan krijg je ook allemaal effecten. En dan kom je hier vast te zitten. En je kunt nu sta ik vast. Slash J. Alright. En als je dan hier naartoe gaat, dan, dan gebeurt er ook eigenlijk niks. Oh, kut. Dan krijg je nausea. Ja, ik ga het snel afsluiten. En als je hier naartoe gaat, dat is wel speciaal. Hier heb je een... Oh shit. Hier heb je een parcours. Oh, dan moet je natuurlijk niet doodvallen. En dan kan je hier zo naartoe. Hoppa, hoppa, hoppa. Heb je hier een chest, zit niks in. En dan heb je hier een button. En als je daarop klikt, heb je ook gewonnen. Er zijn twee manieren om te winnen. En ja, dat was de map. Oké, dat was het parcours. En ik ga jullie eerst eventjes voorstellen aan de deelnemers. Hallo Rinos. Yo. Hi. En hallo GameYogi. Hallo. Hi ShadowStreef. Hallo. En hi Charik. En dit zijn de vier deelnemers voor vandaag. Jullie kunnen maar liefst vier mythical keys winnen die jullie op factions kunnen gebruiken natuurlijk. En weet je wat? We gaan gewoon beginnen zo meteen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Yes, ik tel af. En oh, wow, kalm. Ik tel af en dan mogen jullie gaan in 3, 2, 1. Let's go! Oké. Ze springen gelijk goed. En ze springen gelijk goed. Holy shit. Lijkt net alsof ze het al een keer eerder hebben gedaan. Oh, hoe doen ze dit toch? Hoe weten ze dit? Oh, er gaat er eentje helemaal voor. Maar toch niet. Helaas, GameYogi. Leuk geprobeerd. Charik gaat ervoor. Wat gaat Charik doen? Gaat Charik springen? Weet je waar hij heen moet? Nee! Helaas, Charik. Oké, ze zijn nog steeds aan het begin. ShadowStreef, die staat ook stil op dit stukje. En het is zo ongelooflijk geweldig. Rinos, die springt. En helaas, die springt ook verkeerd. Weten ze waar ze heen moeten? Het lijkt erop, ze zijn zo dichtbij. Maar het gaat toch nog niet helemaal goed. Even kijken, ShadowStreef zit toch even te bedenken hoe hij dit gaat doen. Helaas. Oké. Ze zijn alle vier nog steeds hier, want ze moeten nog een heel stuk. Ze staan al een tijdje stil. Er zit een soort van patroon in, jongens. Er zit een logica in. Dus denk na over hoe je moet. Iemand ShadowStreef denkt, oh, ik ga maar voor de geins deze kant op. Maar helaas, hier zit helemaal niks. Oh, en GameYogi heeft hem door. Springt hij, durft hij te springen.
Hij springt! Hij is er! Valt hij in de trap? Hij weet het niet. Valt hij erin? Nog niet. Oké. Wat gaat hij doen? Hij springt eroverheen. Heel slim van hem. Hij gaat het doolhof in. Waar gaan zij in? Vallen zij naar beneden? Helaas niet. Tjarek valt niet naar beneden. Dat scheelde niet veel. Shadow Streef en wie is dit? Rinos zit er nog vast, maar deze twee zijn hier mooi bezig. Is er alleen doodgevallen? Nog niet. Gamejochie trapt er gelukkig niet in. We hebben hier ook nog een... Even kijken, wie zit hier? Tjarek! Tjarek is goed aan het zoeken, maar of hij wat kan vinden, dat is een tweede. We laten ze eventjes voor wat het is. Momenteel zijn zij nog steeds bezig. Het gaat niet heel makkelijk, jongens. Jullie moeten voor de gein eens kijken op welk blok jullie moeten springen. En ik krijg een Steam-bericht. Altijd heel fijn als je een Steam-bericht krijgt tijdens je opnames. Ik hoop dat dat de enige Steam-bericht is wat ik ga krijgen. Maar ze zijn nog steeds bezig in het doolhof. Het ziet eruit dat ze een beetje vastzitten. Het kan gebeuren. Maar hier zit ook niet echt heel veel schorten in de zaak. Maar maakt niet uit. Tjarek, wat gaat Tjarek doen? Tjarek staat hier. Wat gaan ze doen? Ze zitten daar toch... wat ga je doen? Ga je je toch laten vallen en dan vastzitten? Of ga je... Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Maar oké, in de doolhof is nog... Hoe heet het? Tjarek zit nog steeds in de doolhof. En Gamejochie is serieus aan twijfelen of hij naar beneden moet gaan springen of niet. Het is helemaal aan zichzelf. En jongens, jullie moeten voor de gein op de slabs springen. Alleen op de slabs. Gewoon op die lichte slabs. Daar kom je doorheen. Ze zitten allebei nog in de doolhof. Ze zoeken nog steeds naar... Misschien moet je door de lava springen, je weet het niet. Misschien moet je door de lava... Ik zou eens proberen door de lava heen te springen. Ik zou het gewoon eens proberen. Oh, ik zou het niet proberen. Nee, ga ik niet proberen? Oké. Jongens, jullie zitten hier nog steeds vast, of niet? Of zijn ze namens de drie hier? Oh, er is iemand naar beneden gesprongen! Holy shit, Tjarek! Tjarek is opeens op een hele andere plek. Holy shit. Holy shit, en de rest is allemaal nog hierachter. Jongens, jullie moeten op de slab springen nogmaals. Ja, ik snap hem. Ik sprong mis. Oké. Maar, holy shit, er zit iemand vast hier. Tjarek zit vast. Of niet? Of zit hij niet vast? Hij zit vast, of wel, of niet? Zit hij vast? We weten het niet. Volgens mij zit hij vast. Jongens, Tjarek zit vast. Holy shit, iemand kan je er nog uithelpen. Als iemand straks hier ook is, kan hij op de pressure plate staan en jou eruit helpen. Maar voor nu... Oh, hoe ben jij hier gekomen dan? Hier deze. Holy shit, ik mis gewoon allemaal dingen hier. Maar er is... Gamejochie is er gewoon doorheen. Maar hij kan niet verder, zit hij ook vast? Misschien niet, nee, hij zit niet vast. Oké, hij staat zoek de button en win. Zoek de button en win, staat er. Hij is aan het zoeken, waar is hij aan het zoeken? Hij ziet wat. Heeft hij? We hebben een winnaar! Hey, we hebben een winnaar! Gamejochie heeft gewonnen! Gamejochie. Oh, dat was echt misschien wel de allersnelste parcours die tot nu toe is geweest. Hoe heb je dit gedaan? Was het de wilde gok dat je die gang in ging? Ja, ik zag er 4 dus. Ah, oh, je zag een bordje 4 staan. Nee, ik zag er gewoon 4 doorgangen. Oh, je zag 4 doorgangen en je pakte er eentje. Ja. Ah, kijk, Rinos was inmiddels ook al heel dichtbij. En wie hebben we nog meer hier? Weet je wat? Ik heb een idee. We gaan gewoon door met degene... Jij hebt nou de hoofdprijs gewonnen, Gamejochie. Ja. Maar de rest, die moet nou verder spelen. Oh, er zitten er 2 vast! Ja, jezus. Oké, dan heeft nog 1 iemand kans die 1 mythical key kan winnen. De Shadow Strafe, doe je best. Doe je best, Shadow Strafe. Jij bent of jij helpt ze eruit. Er zitten hier 2 mensen vast. Oké. Help ons. Oké. Shadow Strafe, er is nog een andere manier om te winnen. Niet op de manier zoals hij zat. Dus je kan niet meer door kamer 3, ging je volgens mij. Oh. Door kamer 3 kan je niet meer gaan. Ik geef je geen hints, maar je moet nu een kamer kiezen. En als je de andere... Want er zijn 2 finishers in deze map. Als je de andere finish vindt, dan... Oh, hij staat onder potion. Poison, jezus. Oké, wat gaat hij doen? Oké, wat doet hij? Ja, je poison is voorbij. Kijk, hier staat degene die net heeft gewonnen. Gamejochie, supergoed gedaan. Maar gaat hij... Ik heb 1 minuut nausea. Ja, dat is heel vervelend voor je. Dus probeer maar met die 1 minuut nausea aan de overkant te komen. Oh, hij heeft het gedaan. Je moet je voorstellen dat nu zijn complete beeldscherm helemaal alle kanten op swingen gaat. Dus kijken, gaat hij het halen? Gaat hij dit doen?
Gaat hij het doen? Oh, hij heeft hem. Oké. Maar zit hier de andere finish? Zit hier de andere finish? We weten het niet. Zit hier de andere finish? Hij kijkt in de... Ja, oké. Is de poison dus weg? Of zijn nausea? Maar wat nu? Klik eens op dat button naast je. Klik erop. Ja, we hebben een tweede winnaar! Jij hebt 1 mythical key gewonnen. En jij hebt er... Even kijken, je had er 4 gewonnen. Gefeliciteerd, jongens. Helaas voor de 2 die hier vastzitten. Maar, jongens, ik vind het serieus dat jullie het super te goed gedaan hebben. Echt super, super tof. En ik blijf het leuk vinden dat jullie daar vastzitten. Sorry, jongens. Jongens, in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het meedoen. Super tof dat jullie meededen. Wie weet de volgende keer dat jullie nog een keer mee kunnen doen. Maar dit was in ieder geval een map. Jongens, drop even een like als jullie deze serie leuk vinden. We krijgen super, maar ook echt super veel support voor jullie. Dat jullie deze serie door willen laten gaan. En als jullie dat echt vinden, like dan eventjes deze video. Reageer eventjes als jullie een nieuw idee hebben. En join even play.nl als jullie een keer mee willen doen. Jongens, tot de volgende keer.